Goedemorgen, lieve mooie mensen. Jullie hebben me de laatste weken denk ik best wel af en toe horen voeteren over, um, nou ja, alle voor mijn gevoel uh, waardeloze systemen waarin we leven en um, de leugens waarop heel veel van de systemen uh, gebouwd zijn, de Matrix, de kunstmatigheid ervan, de oppervlakkigheid ervan. Um, de schijnheiligheid ervan enzovoort. En ik weet dat dat hard klinkt. Ik weet dat dat ook niet een leuke boodschap is, maar het gekke is, ik merk zelf dat hoe meer ik dit soort systemen in mezelf ga herkennen en ga ontmaskeren, hoe meer ik echt richting vrijheid ga. Het lucht zo op om dat gewoon onder ogen te komen en ook dingen waar ik misschien mijn hele leven in heb geloofd en laten we zeggen misschien wel bepaalde new age concepten waar ik in zat, dat ik me nu gewoon realiseer van het klopt niet. En, um, en dat is echt een bevrijding als je dat op die manier kan uh, aanvaarden, als je daar niet mee tegen verzet. En dat heeft heel erg te maken, en daarom wil ik de negentiende, wil ik hier veel dieper met jullie op ingaan. En wat zijn dan die onvrijheden en wat is dan wel vrijheid? De weg naar vrijheid heet dat webinar, 19 uh, november. Um, het heeft heel erg te maken met de overgang waarin we nu zitten. Daar kun je je tegen verzetten, maar dat is gewoon zo. En die overgang die wordt eigenlijk het vissen tijdperk naar het waterman tijdperk genoemd. En het vissen tijdperk, waar we dus eigenlijk nu uit aan het stappen zijn, wordt juist heel erg um, gekenmerkt door hiërarchie, door starre structuren, door dualiteit, door onderdrukking, uh, goed, slecht. En daar zit ook heel veel religie in, dus geloofssystemen. Uh, maar überhaupt heel veel systemen. En het watermantijdperk kenmerkt zich dus juist veel meer door um, vrijheid, fluiditeit, holisme. Samen en niet meer dat geïndividualiseerde. Dus dat is ongelooflijk fijn om daar naartoe te bewegen. Maar wij hebben vaak de neiging, dat vind ik gelukkig. We worden vrij, samen, holistisch enzovoort. Dat is een beetje het New Age gedachtegoed in zekere zin. Maar we vergeten vaak dat je alleen maar daar kan komen als je bereid bent om dat wat niet meer werkt, dat wat hoort bij het oude tijdperk, dat je dat daar laat of loslaat of in ieder geval overstijgt, hoe je dat ook noemen wil. En je kunt iets alleen maar overstijgen als je het ook onder ogen ziet. Als je het niet weet, als je het niet beseft, dan blijf je eigenlijk een gevangene van een oud tijdperk. He, het is ook niet voor niets dat ik de laatste tijd ook af en toe filmineer richting het christendom. Omdat ik, nou ja, hoe meer ik daarin duik, hoe meer ik me realiseer dat dat echt een vette leugen is die ons is voorgehouden. En het vissentijdperk, he, dus ik weet niet of je dat wel eens ziet op, op auto's, zie je dan uh, Jezus en dan zie je zo'n vis. En dus het, het hele christendom, en dat heeft dan, wat mij betreft, niet eens iets met Jezus te maken, maar het hele, alles wat er omheen is opgetuigd... Um, uh, het symbool daarvan is dus die vis. Niet voor niets. Het heeft te maken met een bepaald tijdperk. En in een bepaald tijdperk gelden bepaalde. ja, het zijn eigenlijk inwijdingen waar we doorheen gaan die we te leren hebben. En dus is het zo belangrijk op dat overgangspunt waar we nu zitten, dat we bereid zijn om te kijken naar de starre, oude, niet werkende systemen die in ons werkzaam zijn. En dat is een desillusie. Dat is pijnlijk om dat onder ogen te zien. Maar het is vooral heel erg bevrijdend, heb ik gemerkt. Ik heb echt elke dag dat ik denk: oké, okay, one last thing. Ook dat kan ik van mijn lijstje strepen. Ook daar hoef ik me niet meer in te verdiepen of me zorgen over te maken. Of weet ik veel. Überhaupt mee bezig te zijn. Weg. Maar dat kan dus alleen als je het echt doorziet. Nou, daar wil ik jullie heel graag in bijstaan. Doe mee als je wil, de 19e. Ik ga heel veel concepten uitleggen op dat moment. Dingen die je hopelijk in jezelf zult herkennen. En hopelijk komen we er allemaal schaterlachend uit. Uit die anderhalf uur. Dat ik, oké, okay, dat hoeft dus niet meer. Lekker naar de vrijheid, naar het Waterman-tijdperk. En wat je voor jezelf oplost, daarmee help je ook anderen om die stap te maken richting een nieuw tijdperk.